Breda Nu. Je weet het meteen. 5, 4, 3, 2, 1. Wat een kunst en cultuur hebben we toch in Breda, hè? Fantastisch, hè? Ik vind het zo mooi dat zoveel partijen meedoen. Maar wat ik eigenlijk nog het allermooiste vind, is dat er hele mooie verbindingen gelegd worden tussen mensen en organisaties die normaal hun eigen ding doen en voor de cultuurnacht iets speciaals maken en tot grote hoogte komen omdat ze gaan samenwerken. Fantastisch vind ik dat. Het lijkt ook ieder jaar mooier en groter te worden. Ja, dat doen steeds meer partijen mee. Iedereen voelt zich ook uitgenodigd en uitgedaagd om ook iets moois te gaan maken. De lat wordt hoger gelegd en je wil hier gewoon bij horen. Dat geldt voor mij ook. Je wil hier toch gewoon zijn? Met een grote streep in mijn agenda, cultuurnacht, daar moet je naartoe. Wat ben jij vanavond geworden, Kim? De kindercultuurnacht burgemeester. En wat houdt dat in? Dat je mag gaan beslissen over de cultuur en de kunst. Ja, dat klinkt wel heel breed. Wat ga jij doen het komende jaar? Allemaal persconferenties en zo. En dingen vertellen. En misschien de klas mag ook een paar keer mee. En dan moeten we gaan praten met een paar mensen. Een persconferentie? Ja, zoiets. Heel veel succes en geniet ervan, Kim. Proficiat. Dankjewel. Ben je klaar voor? Oké, daar gaan we. Ja? Een nieuwe locatie dit jaar tijdens de cultuurnacht is de Seligkazerne. We zien daar een expositie van de winnaars van de Welstandprijs 2016. En daarna gaan we naar de binnenplaats, want daar vindt iets heel spectaculairs plaats. Heel bijzondere locatie is de rechtbank in Breda. Nu nog gevestigd aan de Sluissingel en over anderhalf jaar ongeveer gaat het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden. Nu vanavond is er een hele speciale voorstelling hier in de rechtbank en wij gaan kijken. Welkom in de rechtbank. Weet u zeker dat u door wilt gaan? Weet u zeker dat u door wilt gaan?